Op de bodem komen een paar ballen, grondvoer, die ik nat maak en eerst even in de cornflakes rol. Dit is het resultaat. De voerballen blijven netjes op de bodem liggen en de cornflakes stijgt langzaam naar het oppervlak. Aan de oppervlakte wordt de cornflakes opgewacht door drijvende kattenbrokken. Tot zover het lokaas. Vissen ga ik simpel doen met een korst en een zinkende vlok. Nou, het was het takken en het lopen. Maar ja, dan heb je ook wat. Eindelijk weer eens een karper. Het valt niet mee dit jaar om ze aan de schuppen te komen.